jaar geleden werd ik aangeraakt door God in de kerk. Daar zat ik achter in de dienst, in de zaal. En daar voel ik me het meest op mijn gemak. En bij de eindzegening kreeg ik mijn gevoel in mijn benen weer terug, terwijl ik echt te nuchter ben voor dat stukje. En ik heb 13,5 jaar in een rolstoel gezeten, omdat mijn benen verlamd waren. En op dat moment voelde ik een warmte en, ja, hoe zeg je dat, een tinteling in mijn benen. En daardoor had ik zoiets van, voel ik mijn benen nou? En daardoor had ik door dat ze in één keer mijn benen deden. En 3 weken later, ik had mijn voet helemaal in de spits staan, stond mijn voet ook weer helemaal recht. 13,5 jaar geleden, toen ik in coma gelegen, heb ik het helemaal mogen zien. Dus ik was gewoon al, ik voelde de vrede en ja, de genezing al in mijn zijn, zeg maar. Ja, ja. Een overvalling, ja. Een bommetje die dropte. Echt gewoon super cool. Ja, daar gaat een wereld open. Daar gaat een wereld open. En ik moet wel echt over mijn eigen persoonlijkheid nu echt wel goed nadenken. Van wie ben ik. En het is super mooi om dit nu ook lopend mee te maken. Ik heb altijd in de rolstoel opwekking meegemaakt. En ja, ik ga een hele andere toekomst tegemoet. En met heel veel mogelijkheden. En ik kijk met vreugde naar de toekomst nu.